akkoord staat dat we maar een heel klein stukje verwarren mogen om kanaal de Nuttenet te bereiken. Nee, dat is die zin. Ja. Tot de stuw mogen we varen. Nou, op die brug waren we al een paar keer over even lopen. Nou, even voelen of er veel rots erbij gekomen is. We zijn nu de echte eerste die er overheen gaan als er veel rommel is gekomen. Ja. Ja, daar komt de stroom. Ik weet niet of jullie dat zien. Ja, we mogen op de Loiren! Nou, dit is dus echt breed. En daar zagen we die mensen op dat privéstrandje liggen. Toen dacht papa dat ze wel aan het kanoën waren, maar ze zwommen gewoon achter elkaar aan. Nou varen we hard. Kijk eens. Ja, nou hebben we gewoon 5 kilometer stroming. Dan gaan we door de brug en dan voor de stuwen. Mijn opa en oma hebben dit al zo vaak gekeken. Met een fietsje. Ja, ik zie het. Op de brug staat aangegeven waar je precies tussendoor kan. Kijk, ik zie het. Ik weet niet of je dit nog zien. Ja, die... Tussen de twee blokjes moeten we door. Uit die andere sluis kwamen er dus ook al 2 aan. Die willen dus naar het andere kanaal. Dus die moeten ook even oversteken over de Loire. Maar die moeten tegen de stroom in. Dat duurt een stukje langer. Ja. Nou, je moet eerst echt laten zien dat je hier langs wil. En dan laat ik hier er gewoon door. Nou, dag Lizzie. Gaan we naar het volgende plaatsje. Ja, daar is een beetje felazon. Maar jullie zien dat het gepasteerd. Beter een beetje van de zon af kunnen.